Welkom deze sessie. Mijn naam is Benno Overeinde. Ik ben even de stand-in voor de sessie-chair. Omdat de PC by proxy. En Willem is de chair, maar hij presenteert nu ook. Dus het leek ons natuurlijker dat ik Willem Torop ga introduceren. Willem is een collega van mij in Elder Labs. Dus met gepaste trots mag ik hem hier aankondigen. Willem is een software engineer, maar ook vooral een researcher bij NLNet Labs. Hij is internationaal gezien als een DNS-expert. Maar hij, als onderzoeker is hij geïnteresseerd in alles wat voorbij komt. Ook bij ons op het kantoor in NLNet Labs. En het is ook RPKI, routing, de zichtbaarheid van et cetera, et cetera. En het gevolg daarvan, van zijn interesse en verwoede werk, is deze presentatie. Ja. Willem, ga je gang. Ja, dat klopt. Ik heb een beetje te veel hobby's misschien, voor mijn eigen best veel. Maar dat geeft niet. Het is in ieder geval deze leuke presentatie, denk ik, zelf uitgekomen. Dus ik was op het internet op zoek naar een plaatje van een vuurtoren met een draaikolk ervoor. En zoals jullie kunnen zien heb ik die gevonden. Dat was de boekkoffer en het albumkoffer van de Maelstrom Ascent van de Australische Sydney-based rock artist Duncan Smith. En met vermelding van zijn naam en het boek en het album mag ik dit plaatje van hem gebruiken. Dus bij deze Duncan. Dus waarom wil ik deze presentatie hier geven? Nou, het opzetten van deze, van het RPKI beacon of baken was heel erg leuk, maar het was best wel een effort. Het is niet meteen gelukt. En er waren ook mensen die zeiden van, nou, ik ben benieuwd of je nog wat kan meten qua routing security. Want ja, RPKI, dat is nu echt overal, dus waarschijnlijk komt er niks uit. En dus ik was heel blij toen het uiteindelijk lukte en er inderdaad nog best wel veel te verbeteren valt op dit gebied, denk ik. En, vanuit dat enthousiasme wil ik dat hier delen. En ook, dus RPKI is een opkomend security mechanisme voor routeren. Zeker sinds begin 2020 is er een enorme toename geweest van RPKI. Maar de dynamiek, of ik zeg nu wel security, ik weet niet of jullie vanochtend ook bij de presentatie van Wouter van Rooyen waren. Maar misschien zijn mijn assumptions niet helemaal correct. En dit is misschien niet bedoeld als security mechanisme. Maar ik denk dat het in het algemeen wel zo wordt gezien. En de dynamiek ervan is best wel anders dan die van TLS en DNSSEC. En dat wil ik hier ook met deze presentatie een beetje belichten. En ik moet ook even de timer zetten. Hoop, op 40 minuten. Zo. En met jullie van gedachten wisselen daarover. En ik ben ook wel benieuwd of RPKI een rol heeft in jullie werkzaamheden en wat jullie ervan vinden. En hoe ik misschien met het beacon jullie zou kunnen helpen, wellicht. Of als dat mogelijk is. Zo, dus ik werk voor NLNet Labs en daar werk ik aan DNS-software, zoals Benno net zei. Nou zit ik ook in de programmacommissie van de NLUG. En er is vaak verwarring over wat is nou het verschil tussen NLNet en NLNet Labs. Dus daar heb ik snel een paar slides voor ingevoegd. Dus de stichting NLNet is in 1989 opgericht door de NLUG. Met als doel het stimuleren van Electronic Information Exchange. En NLNet was de eerste internet backbone in Nederland. De NLNet BV is toen begonnen in 1994 als commerciële internet service provider onder de stichting, als ik goed heb. En verkocht in 1997 voor een mooi bedrag. En de stichting ging met dat mooie bedrag door met het sponsoren van research en softwareprojecten ter behoeve van het internet. En NLNet
sticht, of NLNet Labs, is weer door NLNet gesticht in 1999 met als doel het ontwikkelen van open source software en open standaarden ter behoeve van het internet. En destijds werd NLNet Labs dus alleen maar gesponsord door NLNet. Maar nu is dat een hele reeks van sponsors en is NLNet nog maar een heel klein stukje voor bepaalde projecten. Dit is onze missie, leveren van globaal erkende innovaties en expertise in die technologieën die een netwerk van netwerk maken tot een open internet voor allen. En ontwikkelen van open source en open standaarden. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of het daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Daar zal ik zo nog op terugkomen. hier zijn wat van die open source producten die we ontwikkelen. Dus van oudsher zijn we goed in DNS. Hè? Dus NSD is de Authoritative Name Server, Unbound Resolver. CatDNS is een stub resolver. Er zijn een aantal DNS libraries. Ik zeg, dus ja, ik heb aan al deze projecten wel wat gecoacht, maar CatDNS is heel veel. En sinds kort doen we ook RPI en routing security software met Routinator. Valideert van router region attestations, daar kom ik zo op terug. En Krill, want dan kan je je eigen routing objecten aanmaken en signen. Dus om het even samen te vatten, Michiel Leenaerts, die hier zo meteen in deze twee keer ook nog zal spreken, die heeft een mooie quote. Die zegt: NLNet Labs writes code, NLNet writes checks. Dus dat is precies het verschil. Maar goed, dus wij doen ook nog research en internetmetingen en studentenprojecten. En een van die dingen die ik doe is metingen van resolvers met Ruip Atlas, met hulp van Emiel Aben. En wat je hier ziet, of een product wat daar is voorgekomen, is DNS Thought. Dat is een soort portal met alle resultaten, waar alle resultaten worden gepresenteerd van alle eigenschappen die DNS-resolvers hebben. Zoals, dit is een voorbeeldje, dit is de uptake van het DNSSEC-algoritme Edward Curve 2559. Dat gaat dus heel goed mee, zoals je ziet. Google is daar mee begonnen en Cloudflare en iedereen doet het inmiddels, bijna. En in het kader daarvan, van dat project wat met al die DNS-resolvermetingen, er was dit nieuwsitem dat de Ethereum wallets, cryptocurrency wallets, waren gehijacked omdat de nameserver die wallets surfde, of de namen daarvoor, was gehijacked met een route hijack. En dat was gehost bij Route 53, dus de DNS-servers van Amazon. En dat was in het nieuws. En hier zie je mij staan bij de Internet Measurement Conference in Amsterdam in 2019. En daar sprak ik met mijn andere DNS Resolver Measurement vriendjes. En toen spraken we van, nou, het zou toch mooi zijn als we eens kunnen kijken welke resolvers nou beschermd zijn door RPKI. Hè? Zodat ze niet meer vulnerable zijn voor dat soort hijacks. Althans, dat was toen ons idee. En Job Snijders was ook bij die conferentie en die bood toen aan van, nou, ik heb een RPKI-baken. Dat wil zeggen een server die expres invalid of ongeldige routes announced. En die kunnen jullie wel gebruiken voor het meten van wat de status is van resolvers en RPKI. En dus daar zijn we mee begonnen. Het meten van de toename sinds het begin 2020. Hier staat 2022, dat is niet helemaal goed. Het is 2020, januari 2020. Met
twee studenten van de Universiteit van Amsterdam. Die zitten ook op het Science Park. Daar zitten we tegenover. Daar doen we heel vaak dit soort samenwerkingen mee. Maar helaas kreeg Job een andere baan. En zijn RPKI-beacon dat stond bij Entity onder zijn bureau, zeg maar. Hij ging ergens anders werken en het bleef nog wel draaien daarna, maar het was een beetje ja, de vraag wanneer iemand dat zou ontdekken, dat die machine daar... Dus officieel end of life oktober 2020, maar hij heeft het nog een jaartje gedaan. Zo, hier heel snel RPKI 101, zo BGP. Stel het netwerk met autonome system nummer 15169, die heeft de internet resource of de prefix, zo heten we dat, hè, zo een blokje IP-adressen 8.8.8.0/23. Dan maakt hij dat kenbaar en de, alle AS'en die tussen een client zit en de aanbieder van de service, die leren via de hops die ertussen zitten, dat die prefix daar beschikbaar is. Dat heet vector routering of vector algoritme. Nou, stel dat user Nelly wil verbinden met de service 8.8.8.8. Dan heeft A654 of 64500, die heeft geleerd van 64501, die weer geleerd heeft van het volgende blokje en dergelijke, dat de resource 8.8.8.0/23 wordt aangeboden door AS15N69 en zal het daarom de goede kant op sturen. Nou, kan iemand anders, AS666, die kan zeggen van, nou weet je wat ik doe? Ik doe niet 8.8.8.0/23, maar ik doe /24. Dat is een more specific route, heet dat. En die hebben we altijd de voorkeur. En bovendien is ook het pad korter hier. En op die manier kan een bad actor, een IP-adres of een service hijacken. Nou, in 2012 heeft de ITF daar een oplossing voor bedacht. Die heet de Resource Public Key Infrastructure. En staat beschreven in RFC 6480. Ze zeggen er zelf over een infrastructure to support improved security of internet routing. Het bestaat uit twee delen, zoals de meeste van deze security, uit het tekenen van route origin attestations. Dat zijn statements over dit ASN-nummer announced deze prefix. En een gesigneerde route origin attestation, ROA afgekort, is een route origin authorization, ook ROA afgekort. Om het makkelijk te maken. Nou, aan de andere kant dus mensen, eigenaren van resources, die maken die route origin authorizations, oftewel ROA's. En andere mensen met een router, die moeten dan die dingen gaan valideren. En dat heet route origin validation. Dus je kijkt welke prefix announcement krijg ik in mijn routing tabel. Is er een route origin authorization of ROA die daarmee overeenstemt en voeg het alleen dan toe en anders niet. En dan heb je gewoon niet dat pad naar de bad actor. Dus hier zie je dat netwerk G een ROA heeft gemaakt voor 8.8.8.0/23. En ja, daardoor is de announcement van netwerk M dus niet goed meer. En als die hop tussenliggende hops allemaal valideren, let op mijn woordje allemaal, dan komt het dus niet meer bij de bad actor terecht en is de client beschermd tegen routing hijacks. Nou, Job's beacon is gebruikt voor een heleboel services, onder andere de RPKI-NCC webtest. Nou, is het waar je hier op moet letten is dat hier staat AS2121 drops RPKI invalid BGP route from prefix bla bla bla. Want dat klopt niet helemaal, dat statement, zou ik maar zeggen. Maar daar kom ik later nog op terug.
De DNS Orgs, Check My DNS, dat is een service voor internet.nl-achtig iets waarbij je kan kijken hoe je eigen resolver performt. En daar zit onder andere een RPGI-test bij. En dit is het resultaat van de samenwerking met Marius en Erik, die de uptake van Wouter Vision Validation van DNS Resolvers zijn gaan meten. Die metingen zijn natuurlijk onderdeel van DNS Thought. En je kan zien dat momenteel meer dan 50%, meer dan 60% van de DNS resolvers worden beschermd op een bepaalde manier door Wouter Vision Validation. Dus die uptake is enorm gegroeid de afgelopen 2 jaar. Dit waren wat eerdere resultaten. In begin 2020 ging Cloudflare namelijk Wouter Origin valideren. En precies op het moment dat wij zijn begonnen met het meten van die of de resolvers beschermd waren. Dus Cloudflare heeft ook een resolver, 1.1.1.1. En deze grafieken lopen tot november. Ja, tot november. En je ziet dat op een of andere manier, alhoewel Cloudflare heeft aangekondigd dat ze alles zouden gaan valideren, dat het de validatie nooit 100% heeft bereikt. Dus daar heb ik ze over ge-e-maild van ja, hoe kan dat dan? Jullie hebben toch aangekondigd dat jullie overal valideren. En de reden is de laatste alinea. You have to know that we keep a default route. This should avoid a hijack sent on a peering session, for instance, but the transit may still have the route in its table. Dus Cloudflare deed het goed, maar ze maakte gebruik van transit providers die het nog niet deden. En hij zei daarboven, zei hij ook nog van, is het niet aardig om te kijken welke plekken dan precies niet beschermd zijn. En dat hebben we toen gedaan. Je kan een query sturen naar Cloudflare Resolver, de id.server, chaos text query. En dan zegt hij, in dit geval, ik zit in Amsterdam. En dit is een plaatje van wat allemaal wel en niet beschermd was. Op IPv4, IPv6 was een stuk slechter. Inmiddels zijn de meeste transit providers ook gaan valideren, in ieder geval voor IPv4. Want in september vorig jaar, dat is het laatste moment, dat is het moment dat Jobs Baken eindelijk ontdekt is door NTT, zeg maar. Dus tot op dat moment heb ik resultaten. Maar was IPv4, zoals je ziet, bijna 100% en IPv6, ongeveer 60% of zo. Dus in oktober zijn we gevraagd uit te kijken naar een ander RPKI-baken. Dat is een kans ook om te evalueren van, hoe ziet die baken van Job eruit? En kunnen we daar misschien wat verbeteringen op aanbrengen? Wat Jobs baken, hoe die werkte was het announceerde een geldige IPv4/24 en een /48 IPv6 en een ongeldige. En dan kon je door te kijken naar de verschillen daartussen of een endpoint wel of niet valideerde. Als de eerste hop dan valideert, dan komt die eerste hop, die ziet sowieso al niet die route naar de ongeldige prefix. Als de tweede hop valideert en de eerste niet, dan kom je er ook niet. Want de tweede hop, althans als er geen ander pad is om die hop heen, komt sowieso ook niet naar de ongeldige announcement. Nadeel van Jobs baken is ook, dus je weet niet precies welke hop valideert, zal ik maar zeggen. Maar je weet wel dat het in ieder geval aan het begin zit van het pad naar de service. Alhoewel de validerende hop ook kan voorkomen op het return pad. Dat het is geen manier om daar achter te komen.
We hebben daar op die baken van Job twee nameservers gedraaid. Eén met een op de geldige prefix draaide dus valid for .rootcanary.net. Rootcanary.net is het domein wat ik gebruik voor DNS-metingen. Met een dname, dus die forwarded naar de invalid, die op dat andere IP-adres draaide. En dat heeft als voordeel dat je in ieder geval alle metingen aan ziet komen op de geldige. En met dezelfde random query ID, die gegenereerd wordt door de Ripe Atlas Probe, denk ik, komt die dan wel of niet op de ongeldige aan. En nou, dat is hoe het werkte. Een ander nadeel daarvan is dat de detectie daarvan is dus gebaseerd op timeout. Dus je ziet het op de valid, maar niet op de invalid. Maar hoe lang moet je daarop wachten? Hè? 5 seconden of iets dergelijks. Dus je weet het niet meteen. Nou, dit is een beetje hoe je het kan zien. Dus de draaikolk, dat is zeg maar de announcer van de invalid prefixes. Als je op een wit puntje zit, dus een hop die valideert, dan kom je nooit in de draaikolk terecht. Maar als je alle hops die niet valideren en die aangesloten zitten, of aan één gesloten tot aan de draaikolk, als je daarop zit, dan kom je wel bij de invalid. Dit is nog een interessant puntje. Die is omringd door allerlei validerende hops en die is ook dus goed beschermd in het geval van Job's beacon. Een andere vraag is dit een realistische route hijack? Hè? Want bij een echte hijack heb je niet alleen maar een verkeerde announcement, maar je hebt ook nog de goede. Namelijk de goede is degene die de service daadwerkelijk aanbiedt en de foute is ja, die hem malicious aanbiedt, zou ik maar zeggen. Dus hij wordt 2 keer gepubliceerd, diezelfde IP-range, op 2 verschillende plekken. Eentje valide en eentje invalide. Dus dachten we, nou, dan gaan we het anders doen. We gaan een meer realistische route hijack maken. We gaan de prefix 2 keer aanbieden. 1 keer valide en 1 keer invalide. En nou, om te kijken of het echt werkt, dacht ik van, nou, dan doe ik de valide een /23, zodat de invalide ook meer kans maakt. Hè? De invalide als /24. Dus die heeft voor niet validerende routes heeft die /24 de voorkeur, zou ik maar zeggen. Dus dan komt hij altijd daar terecht. En een ander voordeel is dat alle tests en dergelijke dan niet meer gebaseerd zijn op timeouts. Die kunnen meteen antwoorden van ja, je hebt de invalid bereikt of ja, je hebt de valid bereikt. Nou, hier zie je hoe je dat die route origin authorizations in onze eigen NLNet Lab software Krill. /23 wordt geannounced door AS16509. Dat is Amazon. Dat kan bij Amazon. Je kan je eigen prefixes meenemen, maar dan moet je wel zeggen dat zij het mogen announcen. En de /24. Die heeft helemaal geen ASN. Hè? Ja, er staat even kijken. Ongeldig 2-1-1-3-2-1. Ik begrijp hem nou zelf ook even niet meer. Maakt niet zoveel uit. In ieder geval is het. Oh ja, dit is wat Krill ziet. En dan suggereert hij van, zal ik hiervoor een route origin attestation maken? Dus, maar dat doe ik dus niet, want die /24, die is ongeldig, expres. Hè, daarboven is wel een ROA gemaakt voor ASN0 om aan te geven, nou, dit is expres ongeldig. Nadeel daarvan is dat je weet nog steeds niet, als je niet bij de invalid komt, welke hop valideert. Maar een andere consequentie is dat je zelfs als jouw netwerk valideert, als je eerste hop valideert of je tweede hop en je hebt geen enkele andere hop,
tot de invillet, dan kun je nog steeds bij de invillet uitkomen. En dat is volgens mij wat veel mensen, als ze denken over RPGI, niet goed in beeld hebben. En dat komt eigenlijk door dit plaatje. Dus je hebt een weg naar de geldige prefix, maar onderweg, hè, en jouw router, die kan wel alleen maar het pad naar de geldige prefix kennen. Dus dat is prima. Dus dan gaat hij naar de volgende hop. En die kent ook alleen maar het pad naar de geldige. Maar als hij onderweg een hop tegenkomt die niet valideert, dan is bestaat de kans dat die wel ook die more specific ongeldige prefix kent. En dan word je meegezogen in de draaikolk. Dus ik heb datzelfde plaatje wat ik net had. Meer visualiseerd, waarbij de vuurtoren dus de geldige /23 is en de draaikolk de ongeldige /24. Dus al die rode hopjes hier, die valideren allemaal en die gaan allemaal richting de vuurtoren. Maar onderweg kunnen ze misschien wel een hop kruisen die niet valideert en die een pad heeft naar de draaikolk. Hier is nog een keer gevisualiseerd als hopjes. Dus daarvoor, dat was de situatie voorheen. Dus als hop A valideert, dan wordt de announcement van de draaikolk komt nooit bij A. B kan die niet, of die announce wel, maar A die gooit hem meteen weg. Dus dan ben je beschermd. En ook als een hop in het midden, bijvoorbeeld in de tweede situatie, G valideert, dan geeft hij dat niet door aan F en die weer niet door aan E en dan ben je ook beschermd. Maar in de nieuwe situatie, zelfs als de eerste twee hops valideren, dan kan K, dus een hop op weg naar het licht, die een pad heeft naar de vuurtoren, kan ook de route weten naar de draaikolk en dan beland je daar alsnog. Dus in december dat jaar heb ik resources aangevraagd bij de RIPE NCC en gekregen in januari 21 voor tijdelijk, voor één jaar. De /23 geannounced bij AWS en de /24 was de bedoeling om dit te announcen via de Universiteit Twente. Maar dat lukte niet helemaal en dat komt eigenlijk door Surfnet. Want die valideren en het was heel moeilijk ze te overtuigen dat hier een uitzondering gemaakt moest worden. En, dus ben ik gaan rondvragen en het is eigenlijk mijn collega en oud-collega van Emilio Jasper, die zei van ja, waarom kijk je niet eens bij Coloclue? En ik weet niet of jullie Coloclue kennen, maar ik ben een groot fan inmiddels van Coloclue. Dat is een netwerk hobbyvereniging. In Amsterdam. En ze doen dit niet voor profit. Zonder winstoogmerk. Ze hebben verschillende point of presence in verschillende datacenters. En je kan je eigen server daarheen brengen en aansluiten voor €5 per maand per netwerkpoort. En €5 voor een stopcontact, geloof ik. En dan betaal je verder alleen nog maar voor de stroom. En omdat ze hobbyisten zijn die dit echt leuk vinden, is hun connectivity fantastisch. Dus zij peren met iedereen. En die ongeldige prefix, die invillet announcement, die komt dan ook echt werkelijk overal. Dus ik neem even een slokje water, een beetje droog. Dus als je iets wil doen om dit gebied, dan kan ik Coloclue echt van harte aanbevelen. Het is een hele erg leuke club. Ook, ze organiseren ook barbecues. en via Coloclue is het gelukt. Eigenlijk zonder dat hun eigen transits het doorlaten komt. Ja, wat ik al zei, komt die door puur pering. Komen die invillets echt over de hele wereld. Ik zie ze overal in de RIPE tools waarbij je dat kan onderzoeken. En je hebt dus onmiddellijk resultaat. Nou, dit is bijvoorbeeld, kijk, want nu
We hoeven niet meer van de ene nameserver te redirecten naar de ander. Hè, de nameserver op de ongeldige prefix, die zegt gewoon van ja, sorry. Het is ergens mee, is het niet helemaal gelukt. En die bij Amazon op de geldige, die zegt, ja, jouw resolver is protected. De webtest is ook, draait nu ook op onze nieuwe beacon. Maar de tekst is wel veranderd. Het zegt nu niet zo meer AS1140 dropped in valid en daarom ben je beschermd. Het zegt nu AS1140 was not able to reach our API in valid. Het is niet, je kan eigenlijk geen statement doen over wie de validatie doet. Dus dat doen we ook niet meer in de tekst van de webtest. Check my DNS, die heb ik net ook al genoemd. Een soort internet.nl, maar dan voor resolvers. Ja, dus in januari zijn de tijdelijke resources verlopen, want ik kreeg ze maar een jaar in gebruik door de RIPE NCC en ze wilden ze echt terug hebben. Dus toen heb ik wat servers verhuisd en zo, wat omgenummerd. En toen kwam er opeens /23 uit ons eigen netwerk beschikbaar. Dus die doet dat nu. Ik heb ook echt mijn best gedaan om het baken beschikbaar te maken voor andere mensen om te gebruiken. Dus ik weet dat de RIPE NCC heeft ook bakens, maar die kan je alleen maar pingen. Dus je kan hem niet zelf gebruiken. Dat is, dus bijvoorbeeld, ons baken draait een software RIPE Atlas Probe. Dus die kan je gebruiken om zelf metingen vanaf een invalid API prefix te doen. En ook onze NL-NOG ringnode is uitgebreid met een nieuwe network namespace die je kan binnentreden door enter invalid netness in te typen. En als je dat doet, dan maak je dus ook gebruik van de invalid resources. Je ziet dat de ITF is goed beschermd. Die wordt gehost door Cloudflare. Maar wij bij NL Net Labs, daar is nog een verbeterpuntje, zou ik maar zeggen. En via NL nog Ringnode bijvoorbeeld, of met RIPE Atlas, kan je dus ook, dat is ook uniek, een network service benaderen met als client, hè? Dus met je de invalid resource als afzender IP-adres. En dat volgens mij zijn er geen andere beacons die dat doen. Ja, dus nu komen we een beetje bij conclusie en evaluatie. Dus ik wilde de aannames die ik had, of die mensen om, of waarvan ik het idee heb dat mensen die hebben met RPKI een beetje vergelijken met andere security mechanismen zoals TLS en DNSSEC. Dus het Trust Anchor bij TLS is niet zo best. Hè? Je hebt meer dan 3000 certificate authorities, waaronder allerlei state actors en zo, die voor elke naam kunnen tekenen. Dus DNSSEC is een stuk beter, als in er is één Trust Anchor. Namelijk een root trust anchor, die signed weer de top-level domains, et cetera. Het kan nog beter, daarom heeft het geen plus-plus. Je zou meerdere trust anchors kunnen hebben die allemaal voor die top-level domains moeten tekenen. En RPKI is een beetje hetzelfde als DNSSEC. Dat, de RIRS die hebben een trust anchor. Ik heb er een klein minnetje bij RPKI gezet, omdat voor Erin moet je een soort contract tekenen. Als je de Trust Anchor daarvan gebruikt om routes te valideren, die accepteren geen aansprakelijkheid voor vergissingen die op die manier worden gemaakt. Maar die verschillende security mechanismen voor verschillende dingen, die kunnen elkaar wel aanvullen, hè, of verbeteren. Dus je hebt zoiets in DNSSEC als DEN, waarbij je in DNSSEC zegt, dit is mijn certificate authority.
of dit is mijn certificaat. Dus dan heb je niet meer dat nadeel van TLS dat je al die verschillende certificate authorities hebt. De verspreiding. Nou, TLS is overal. Alles is TLS. Dus dat is een plus-plus, dacht ik. DNSSEC min-min. Want ja, validatie is nu 50% geloof ik van resolvers op het internet. Maar de domeinen die gesigned zijn, dat is ja, minder dan 2%. Dus de top-level domeinen zijn allemaal gesigned, maar de second-level domeinen, dus de hubbledepub.nl, dat is allemaal... Nou, in .nl eigenlijk wel, maar .com of .net, dat is niemand signed. RPKI is heel goed, dus een hele goede uptake. Dus een jaar geleden... Dus links is een grafiek die laat zien hoeveel route origin attestations zijn getekend. Oftewel de route origin authorizations. Nou, dat is nu 40% van IPv4. En dat is echt in hele korte tijd heel sterk toegenomen. Een jaar geleden was dat nog 3% of iets dergelijks. En ook de validatiekant. Hè? Ik kon het maar meten tot september. Maar dat, ja, toen was het al ongeveer de helft van de resolvers die in ieder geval waarvan het eerste stukje naar de nameservice valideerde. Maar dan, eindpunt naar eindpunt security. Is van TLS, nou laat ik bij DNSSEC beginnen. Dat vind ik, DNSSEC is daar de winnaar. Want bij DNSSEC tekent de eigenaar van de data... En, degene, en het maakt niet uit hoe je het krijgt. De DNSSEC records hè, kan in een envelopje of op een andere manier. Je kan dan valideren van nou, dit klopt. TLS is dan iets minder, maar nog steeds wel heel goed. Omdat het dus niet de eigenaar van de data, maar de service die de data aanbiedt. Die de verbinding tekent. Maar ja... RPKI is daar, ja, ik weet niet wat ik net al zei, misschien zijn mijn aannames niet helemaal goed. Maar het is toch op een bepaalde manier een zwakste schakelprobleem. Dus, nou, en dat wilde ik eigenlijk vertellen vandaag. Dus route origin validation is niet ja of nee. Voor genuanceerde evaluatie moet je misschien meerdere verschillende manieren hebben om ongeldige en geldige announcements naast elkaar te zetten. Dus, mijn baas is ook bezig met het aankopen van IPv4 space. Sowieso een solide investering, denk ik. Maar ja, beter dan bitcoins. Maar het is ook beter om, kijk, die /23/24 is misschien niet helemaal fair. Ik zou ook graag willen weten als het alleen maar een invalide /24 is. Of als het een valide en een invalide /24 wordt geannounced. Ja, dus dat is de meer realistische hardcheck. Dus dan heb ik nog een paar vragen voor jullie eventueel. Voor het vragen die jullie mochten hebben. Maar als jullie dat niet hebben, dan heb ik een vraag aan jullie. Maakt RPKI een deel uit van jullie security policies? En hebben jullie nog suggesties voor de toepassing van het baken? Bepaalde tools die zouden kunnen helpen? En ja, en andere vragen. Alain. Ja. Ja. Nee, tekenen kost geen resources. Nee. Valideren is wel een dingetje wat je moet configureren. Dus je kan Routinator gebruiken of een andere software. Als je zelf je eigen routing doet natuurlijk. Andere reden om het niet te doen is als je zelf een service provider bent, dan is het belangrijk dat je jouw resources tekent, maar je maakt zelf niet echt contact met andere services. Dus moet je dan zelf ook valideren, dat kun je je afvragen.
Moeten nameservers bijvoorbeeld, moeten die netwerken ook zelf valideren als ze toch met niks contact maken? Joost. Dat denk ik, tenminste. Ik kan het niet, maar ik kan je wel een research paper doorsturen. Er is een net gepresenteerd februari bij de NDSS, de Network Distributed Systems Symposium. Een groep, volgens mij, van de... maakt niet zoveel uit. Die hebben zelf geen baken, maar die inventariseren welke invalid prefixes er zijn en gebruiken dan alle data die beschikbaar is over welke routes waar uitkomen om te triangulaten, zeg maar, welke AS'en er likely valideren en welke niet. En die komen daar een heel eind mee. Ja, precies. Dat hebben zij gedaan. Ja, het is jammer dat ik niet een linkje heb opgenomen in deze presentatie. Maar ik kan het je doorsturen als je wilt. Ja. Wat ik zelf eigenlijk met de baken ook wil, is behalve dat ook dat het een tool is voor andere mensen ook om te gebruiken. Hè? Een beetje zoals Cola Clue, andere hobbyisten die het leuk vinden om hiermee te spelen, te faciliteren. Wil ik ook doorgaan met die resolver measurements. En dan gewoon kijken van, het geeft toch een indruk van hoe het gesteld is op het internet op het gebied van route origin validation. Emiel? Ja, precies. Dus dat is al heel veel. Ik ben er, inderdaad. Wat ik zeg, het is gewoon... Nee? Ik denk dat mensen die het expres doen, die geven toch op een of andere manier aan dat ze het expres hebben gedaan. Bijvoorbeeld in de route object, als je gaat kijken naar onze invalid prefixes, dan zie je daar staan. Ja, als je denkt dat er iets misgaat hier, dan dat is niet zo, dat is expres. En er is een ROA met ASN 0, ook voor de invalid. Dat geeft ook al aan dat het een soort van expres is. Maar Ja, inderdaad. Right. Nou, is goed. Oh, nog Erwin. Erwin. Ja. Ja. Hartstikke goed. Nou, dat moet ook allemaal gevalideerd kunnen worden. Of dat werkt natuurlijk. Dus ja. Ja.
Oké, nou, het is nu 14:40, dus dat is zaalwisseltijd. Dus jullie kunnen eventueel wisselen, maar jullie kunnen ook blijven. Want over 5 minuten geeft Benno een hele mooie presentatie over de...